Op uw plaatsen. Dit is Casper Zwier. Een hele jonge kampioen van 11 jaar, maar wel een hele grote hoop. Want hij barst van de prijzen. Hij is de snelste op de 100 meter vrije slag. Bijna net zo snel als Pieter van der Hogeband toen hij 11 was. En daarom is hij nu dus Nederlands kampioen 100 meter vrije slag. Als ik het startblok opga, dan voel ik me helemaal slap van kan ik dit wel? Ineens. En dan sta ik op dat startblok en dan ben ik ook helemaal zenuwachtig. Ga ik niet van starten? Ga ik niet dit verkeer doen? Ga ik niet dat verkeer doen? Op uw plaatsen! En dan fluit hij af en dan duik je erin en dan zie je zo dat water onder je. En dan denk ik zo van, kan ik de tijd nou maar even stilzetten? Dat ik even gewoon blijf hangen in de lucht of zo. Maar ja, dat kan niet en dan duik je toch het water in. Dan ga ik me gewoon heel boos maken op iets. Alsof ik daar achteraan moet en dat ik dan net niet haal. En dat ik dan heel hard moet zwemmen en zo. Van zo'n kort meer. En mama had van tevoren ook al gezegd van pijn is fijn. En die armen worden helemaal moe. Dus toen dacht ik, pijn is fijn. Dus toen ik lag ook een heel stuk eerster. Dus ik dacht, maar dat moet ik dan natuurlijk niet laten vallen. Maar is pijn fijn? Nee. Niet echt. Maar waarom doe je het dan? Om eerste te worden, om Nederlands kampioen te worden. Casper Zwier, de toekomstige Pieter van de Hogeband. Toch? Ja. Rustig aan. En...